Het is 10:30, of net iets na 10:30. Fijn dat u allemaal de weg naar het McDos-Goffertstadion weer heeft weten te vinden. We hebben u een aantal weken gemist. De spelers die zijn op een welverdiende vakantie gegaan. Daarover straks veel meer. Vandaag is de eerste training. Er zit hier een mooi batterij aan mensen achter de tafel. We gaan het als volgt doen. Wij willen u zometeen eerst graag officieel kennis laten maken met de nieuwe hoofdsponsor van NEC, Djiba. Vervolgens zal de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van NEC, Vincent Paas, even het woord tot u willen richten. Daarna zal Leen Looyen als technisch directeur het woord aan u willen richten. En last but zeker not least, Mario Been, onze nieuwe hoofdtrainer. Voordat ik begin te praten over Djiba, waar wij buitengewoon trots en blij op zijn dat wij met hun een overeenkomst zijn overeengekomen voor de komende twee seizoenen, wil ik u even melden dat we tot nu toe een kleine 9000 seizoenkaart hebben verkocht. Dat loopt mooi op schema. De afgelopen maand is wat dat betreft rustig geweest, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de vakantieperiode hier bij NEC voor de spelers en zeker ook met het wereldkampioenschap voetbal. We gaan ervan uit dat de komende maand, tussen nu en de start van de competitie, dat het aantal nog behoorlijk gaat toenemen. Dan Djiba. Zoals ik u al zei, we zijn trots en blij dat we met Djiba een nieuwe hoofdsponsor hebben gevonden als opvolger van Telfort. Het is de snelst groeiende online reisorganisatie in Nederland. Daar zal Harold de Boer, die naast mij zit, zometeen uitgebreid meer over vertellen. Djiba gaat de voorzijde van de tenues van NEC invullen, zoals u dat ziet al op de trainingskleding. De achterzijde, daarover zijn we nog in gesprek met meerdere partijen, om ook daar een goede sponsor voor te vinden. En we hopen dat dat, en we gaan ervan uit, dat dat in ieder geval voor aanvang van de competitie in orde gaat komen. Ik geef graag het woord aan Harold, voordat we overgaan tot de officiële contractondertekening, om een korte toelichting vanuit Djiba te geven. Harold. Dankjewel, Jacco. Goedemorgen allemaal. Net als Jacco kan ik eigenlijk ook melden dat ik trots ben dat wij de club NEC mogen en gaan sponsoren. We zijn een serieuze samenwerking aangegaan voor 2 jaar met nog een optie voor 3 jaar. Dus we zien de toekomst in ieder geval met vertrouwen tegemoet. Wat ik voor belangrijk vind is om even iets in het kort te vertellen over ons als organisatie en de reden waarom wij hebben gekozen om enerzijds voetbal te gaan sponsoren en anderzijds specifiek de club NEC. Afgelopen periode hebben we veelvuldig contact gehad met de club. We hebben elkaar, denk ik, kan ik verwoorden, leren kennen als een gedreven organisatie, een open organisatie, een trotse organisatie. Dat zijn kenmerken die kenmerkend zijn voor NEC en die ook kenmerkend zijn voor onze organisatie. Djiba biedt betaalbare en volledig verzorgde zonvakanties aan naar de landen rondom de Middellandse Zee in Noord-Afrika. En daarnaast ook wintersportvakanties naar populaire skigebieden in Frankrijk, Oostenrijk en Italië. Er gingen al wat geruchten door de club dat er een aantal mensen al zeiden van nou, mooi, dan kunnen we in ieder geval met z'n allen op een leuke manier op vakantie. Eén ding wat we daar in ieder geval in gaan doen is dat we bij de thuiswedstrijden daar een evenement om gaan creëren waarbij de toeschouwers de kans krijgen om in ieder geval een vakantie te winnen. Dat leek ons een mooie geste en een mooie gelegenheid om ons nader kenbaar te maken en ook wat te doen voor de club en zeker ook voor de belangrijkste mensen ook van de club, het publiek. Waarom voetbalsponsoring? Voor ons is het heel belangrijk en sluit dat aan bij onze ambitie en bij onze strategie om door te groeien naar de grootste online reisorganisatie in Nederland. Wat dat betreft, wat ik aangaf, de bestemmingen die we aanbieden, dat zijn eigenlijk vakanties en reizen. Ja, voor de gehele bevolking. En als je kijkt naar voetbal, is dat ook een sport wat leeft van jong naar oud en wat eigenlijk door de hele maatschappij leeft. Dus voor ons is dat een belangrijke sport om te sponsoren. Enerzijds,
En anderzijds is eigenlijk ook wel een belangrijk kenmerk, en dat heb ik ook een beetje gemerkt de laatste tijd in het contact met de mensen van de club hier. Als ik kijk naar onze organisatie, dan is het belangrijkste wat voor ons is, hè, de passie om voor mensen vakantie te organiseren. Kort door de bocht geldt eigenlijk, vakantie is het leukste wat er is. En met name als ik het publiek hier zo rondkijk en dat jullie allemaal instemmend en meeknikken, denk, voetbal is ook het leukste wat er is. Wat dat betreft hebben we een match die heel erg dicht bij elkaar ligt. Het genot en de ontspanning zit zowel in vakantie als in voetbal. Dus voor ons is het een logische stap. Daarbij gekoppeld de kenmerken en het gevoel qua organisatie die absoluut goed aansluiten. Is voor ons de reden geweest om een langdurige samenwerking aan te gaan met NEC. Hartstikke goed. Harold, dankjewel. Dan wil ik graag Bas, de managing director, ook even naar voren uitnodigen, zodat we officieel het contract kunnen gaan ondertekenen. Deze ook nog? Ja, als je die ook zou willen tekenen, heel graag. Teken ik ze ook even. Dan bent u natuurlijk allemaal benieuwd hoe deze prachtige kleuren zichtbaar worden op de tenues van NEC. En daarvoor zou ik graag Dominique Kivufu en Mark Otten even naar voren willen roepen. Want die hebben de nieuwe wedstrijdshirts aan. Kijk. En dat is wel een applausje waard wat mij betreft. Er is een eind gekomen aan het tijdperk Hans van Delft. Na 9 jaar heeft hij de voorzittershamer aan mij overgedragen. NEC is, denk ik, Hans van Delft veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de club gedaan heeft in de afgelopen 9 jaar. Maar dat betekent niet dat we alleen maar naar het verleden gaan kijken, want er zal een nieuw elan binnen NEC komen, waar we gaan bouwen aan een geweldige toekomst. Want daarvoor zijn wij bij elkaar. We zijn, ondanks de hitte, begonnen met de voorbereidingen. Dadelijk zal er de eerste trainingen zijn. Ik ben blij dat voor deze datum de nieuwe hoofdsponsor bekend kon worden gemaakt. Jacco memoreerde al dat er al bijna 9000 seizoenskaarten verkocht zijn. Een hele hoop sponsorcontracten weer verlengd en getekend zijn. Dat betekent dat we op de rit zitten om er een goed en sportief jaar van te maken. Ik ben ook heel blij met de nieuwe hoofdsponsor Djiba. Dankjewel. Voor minimaal 2 jaar en wie weet nog voor een derde jaar. Ik wil vooral mijn vertrouwen uitspreken naar de nieuwe trainer, Mario Been, en de hele selectie. Alhoewel we misschien nog niet helemaal compleet zijn, hebben jullie allemaal het volste vertrouwen van ons. En ik hoop dat we er een fantastisch jaar van gaan maken. NEC zal niet stil blijven zitten de komende jaren. Er zal het een en ander moeten gebeuren om de positie van NEC verder te versterken. Een van de dingen is dat het op dit moment met een budget van 12 miljoen ongeveer zitten, dat dat toch structureel omhoog zal moeten om de race naar de toekomst, om daar onze partij in mee te kunnen blijven doen. Binnen een paar jaar willen we dat dat niveau op minimaal op 1,15 miljoen komt te liggen. Daarvoor worden van allerlei plannen ontwikkeld om allerlei nieuwe stromen te krijgen die het budget van NEC zullen versterken. Daar zullen een aantal mensen binnen de organisatie zich mee bezighouden. En op het moment dat die plannen concreet zijn, dan zal ik daarmee naar buiten komen.
Daarnaast, en dat is al eerder gememoreerd, 9000 kaarten al verkocht. Dat betekent dat wij intern denken dat NEC toe is aan een groter stadion. Er druk overleg plaatsvindt om de tweede ring te realiseren, waar wij daarna toch in de buurt van de 20.000 plaatsen naartoe moeten. Daarnaast, en ik wil niet te veel in zeg maar de rol van de technisch verantwoordelijke overnemen, maar ook in het beleid staat dat wij naar de toekomst veel aandacht zullen besteden aan onze eigen opleiding en het hele scoutingsapparaat, wat natuurlijk voor de toekomst van NEC ook uitermate van belang is. Ik wens in ieder van jullie een heel fijn jaar, vooral ook een sportief en vooral ook een gezellig jaar toe. En ik dank u dan ook voor uw aandacht. Dank u wel. Ik zal beginnen om de nieuwe mensen even voor te stellen. In de eerste plaats is natuurlijk mijn rechterbuurman Mario Been. Ik heb ontzettend veel vertrouwen erin dat dat een goed seizoen gaat worden. Wij kennen elkaar goed vanaf de trainerscursus. Hij was mijn klasseoudste in de profcursus die ik destijds gaf. En hij heeft ook bewezen bij Excelsior met een elftal wat dat jaar ervoor 13e werd, een slechter elftal werd kampioen. Dat heeft hij met Feyenoord ook gedaan. De manier van voetballen sprak ons erg aan. We hebben altijd zijdelings contact gehouden sinds die cursussituatie. En wij zijn ontzettend blij en hebben geweldig veel vertrouwen in Mario met zijn staf uiteraard. Ron en Wilfried die gelukkig gebleven zijn. Mario, hartstikke veel succes. Dan zijn er ook een aantal nieuwe spelers die zou ik even aan u willen voorstellen. En even de jongens vragen om op te stellen. Je hebt net al gezien, Mark Otte is terug van Excelsior. Ga even staan, Mark, als je wil. Die is nieuw in de selectie. En Mark, hartelijk welkom. Dominique Kivuvu hebben we van Telstar overgenomen. Talentvolle speler die ook op meerdere posities kan spelen. Dominique, welkom, jongen. Ik heb een foutje gemaakt de vorige keer. Ik zei Youssef, maar het is Youssef El Akshoui. Komt over van FC Den Haag. In principe onze ADO Den Haag, sorry. Onze linker verdediger in principe. Is zijn beste positie. Eigenlijk, we kenden hem al. Hij hoeft niet op te staan. Maar Gabor hebben we gekocht en overgenomen van Feyenoord. Dat is toch ook een beetje nieuw. Die was gehuurd. Gabor, fantastisch dat we je... ik zei Youssef, je hoeft niet op te staan, maar ik vind het toch blij dat je voor 3 jaar bij ons blijft. Dat geeft een geweldig, zeker gevoel. En wij zijn blij dat het nu een echte overeenkomst is. Verder ziet u hier Andries Oeldring. Andries, ik ben je even kwijt of op te staan. Hij is werk bij de Graafschap, klinkt heel raar, maar hij loopt hier stage in het kader van de cursus coach betaald voetbal. Ik heb hem nog afgeraden, word geen trainer, ik heb het 30 jaar gedaan. Er dus kan je van alles gebeuren in dit vak, maar hij wil toch doorgaan. Dus hij zal hier stage lopen als u hem tegenkomt. En verder is het natuurlijk zo dat we ook blij zijn dat we Patrick Pothuizen nog een jaar hebben gestrikt. Als, laten we zeggen, een van de ouderen. We hebben een vrij jonge groep en ik denk ook dat hij een belangrijke rol kan gaan spelen. Verder ben ik ontzettend blij met Djiba als hoofdsponsor. Dit is een heel gevaarlijk vak, heb ik ook als trainer ervaren. Mario nog niet, die begint pas. Maar het is wel makkelijk, ik zeg tegen Jacco en tegen Henk, zorg dat je een reisorganisatie erbij hebt. Vaak als je weggestuurd wordt, ga je eerst op vakantie om bij te komen. Dus dat is in ieder geval gelukt. Heel fijn. En ook met die trainingskampen in de winter, waar altijd veel gezeur over is. Over de prijs, Jacco is altijd onderhandelen. Daar heb ik ook geen problemen mee. Weet je wel geen problemen mee? Nee, we hebben heel weinig problemen. We hebben wel een paar problemen nog, want de voorzitter memoreert het al. En wij hebben een missie en een visie. Wij moeten in het linker rijtje komen via gevarieerd, strijdvaardig voetbal. Met deze selectie hebben we er veel vertrouwen in. De praktijk leert dat je niet met 11 mensen kunt spelen. Dus ik vind en wij vinden, en ik zal me er heel erg sterk voor maken. En ik hoop in samenwerking met een aantal investeerders dat wij minimaal nog 3 spelers moeten hebben om deze selectie
op peil te brengen om je doelstelling te halen. Daar zullen we heel hard aan moeten werken, met z'n allen zeg ik. Dat zal de voorzitter moeten doen, dat moet ik doen. En dan moeten we, onze investeerders zullen daar een rol in moeten spelen. Dat moeten we voor de competitie klaar hebben, is mijn visie. Nogmaals, ik heb de nieuwe mensen voorgesteld. En de nieuwe sponsors zijn we ook heel erg blij mee. Zoals ik net al zei. Even nog een kort, want Mario die wil op tijd gaan trainen. In de onderbouw, wat heel belangrijk is voor NEC, zeker gezien de ontwikkeling in het betaald voetbal, waarbij het steeds moeilijker wordt om transferbedragen uit te geven, moet je je eigen toekomst werken. Als u hier rondkijkt, daar zijn Theo Dams, Bas Bakker, Niklas Kusser en Dennis de Koning, afkomstig uit die eigen opleiding, zijn doorgestroomd naar de selectie. Hebben dus de doelstelling om de NEC cultuur en visie mede te bewaken. Die hebben 10 jaar in de eigen opleiding gezeten. Daar zijn we heel blij om. En in onze missie, onze visie staat ook dat we minimaal 2 spelers ieder jaar moeten laten doorstromen. Dat is dit jaar dus gelukt. Ook jullie succes, jongens. Jullie kennen ze al. Je hoeft niet op te staan. Je speelt al 10 jaar hier, tenslotte. Er is ook wat veranderd in de onderbouw. Wilfried Broekhuis wordt hoofd opleidingen. Edo Rocher, die wordt hoofd van de jeugdscouting. Wordt steeds belangrijker, zijn we achtergekomen, dat je kunt trainen wat je wil. We hebben fantastische trainingsfaciliteiten, maar je moet toch de goede spelers hebben. We gaan ons scoutingsgebied vergroten. Edo gaat daar een belangrijke rol in spelen. Wilfried wordt hoofdopleidingen. En Wim Rip zal 2 taken in relatie met name vervoer en schoolbegeleiding nog op zich nemen. Die werken dus in principe onder Wilfried Broekhuis als hoofdopleidingen. Dat zijn de veranderingen in de voetbalschool. Deze 2 maatregelen is een uitbreiding van de organisatie en zetten onze visie kracht bij dat we moeten zorgen dat we ook onze jeugdopleiding naar een hoger peil tillen. Mario is ook ontzettend geïnteresseerd in jeugd. Als ik naar voetbalwedstrijden kwam bij jeugd, kwam ik hem altijd tegen. Dat is ook een van onze belangrijke argumenten geweest waarom we gezegd hebben, nou, we willen hem heel graag als trainer hebben. Verder hebben we natuurlijk een samenwerkingsverband met Top Os zijn we aangegaan. De beste 4 of 2 spelers van ieder team van D tot en met A spelen het komend seizoen bij NEC. Wij hebben ook een verplichting richting hun. Dat we spelers die nog net niet hier geschikt zijn voor NEC 1 daar een jaar laten spelen. Dat is de basis van ons samenwerkingsverband. Daar zullen we dit jaar vorm aan geven. En de bedoeling is eigenlijk om na het volgend seizoen een totale samensmelting van die beide opleidingen tot stand te brengen. Ten aanzien van het eerste team zal ik niet te veel zeggen. Ik heb net aangegeven wat in mijn optiek moet gebeuren nog. Daar zal Mario zo meteen nog wel even op terugkomen in het kort. Dan maak ik al het gras voor zijn voeten werken. Zeker niet mijn bedoeling. Verder nog, er zijn heel veel mensen van de pers. Daar waar wij kunnen, zullen wij een transparante, open organisatie zijn. En u bent de doorgaafvlok, luik naar de supporters. De supporters, daar spelen we tenslotte allemaal voor. En wij zullen daar waar wij kunnen, want af en toe moet je wel eens dingen geheim houden, transparant zijn. En ik en Mario ook, hem kennende, zullen we zeker die informatie die we kwijt willen en kunnen aan u doorgeven op een correcte manier. Wij hopen ook op een goede samenwerking in die zin. Ik denk dat het een heel goed seizoen gaat worden. Wij zullen winnen, wij zullen verliezen. Ik denk dat een van de grote krachten van onze trainer is, en die is niet alleen verantwoordelijk, maar dat hij op een gegeven moment ook in periodes dat het minder gaat, zichzelf blijft, niet in paniek raakt, een dosis humor heeft, wat vaak beter werkt, heb ik zelf geleerd. Die fout heb ik zelf heel vaak gemaakt als trainer, beginnen trainen, dat je dan chagrijnig wordt. Ik wens Mario en de selectie veel succes, open communicatie met de pers, toeschouwers een fantastisch seizoen. Wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat we binnen onze mogelijkheden de selectie nog zodanig versterken dat wij de eis tussen aanhalingstekens, want je kunt niks eisen, onze doelstelling waarmaken. Dan moeten we zorgen dat we die selectie in de breedte en ook kwalitatief nog versterken. Wij zullen het sterk maken, we hopen op een goed seizoen en dank dat u alle hier was. Ja. Nou, ik kan alleen maar zeggen dat ik heel blij ben dat ik kan beginnen bij NEC. Niet dat ik nou bij Excelsior ontevreden was. We hebben daar een fantastisch jaar gehad. Ik weet natuurlijk al een tijdje dat ik naar NEC ging.
Ik wilde alleen niet Excelsior tekort doen om halverwege het seizoen hun te verlaten. Omdat ik vond dat ik een bepaalde afspraak met hun was aangegaan. Met de spelersgroep om gewoon een prestatie neer te zetten. Nou, dat bleek tijdens de winterstop dat wij gewoon het kampioenschap konden winnen daar. Wat we vervolgens ook gedaan hebben. En nogmaals, dat is met een dosis geluk gebeurd. Met een geweldige teaminstelling, wat ik heel erg belangrijk vind. Maar vooral door middel van plezier. Nou, als ik dat woord noem, dan is dat een klein beetje mijn handelsmerk. Ik wil gewoon elke dag plezier hebben in mijn leven. En dan weet ik wel, dan zullen jullie allemaal zeggen, ja, dat kan niet altijd. Maar ik probeer het wel. Ik heb er net met de spelersgroep gesproken. En ik wil gewoon dat die gasten met een lach op de gezicht hier rondlopen. En ook op het veld. Ook al speel je een keertje niet, denk ik toch dat je dan boos op mij mag zijn. Maar naar je teamgenoten en met name naar de club toch het moet uitdragen dat je het plezierig vindt om hier te werken. Nou, Leen heeft al aangegeven dat wij, ik praat niet meer over vorig jaar of over spelers die hier gespeeld hebben. Ik ben enorm blij met de jongens die er tot nu toe bij zijn gekomen. Het is natuurlijk wel heel eerlijk om te zeggen dat de groep nog niet compleet is. We hebben met een x-aantal spelers gesproken. En ik heb dat allemaal gelezen op de site van NEC, van ontevreden supporters, van dat het allemaal niet doorging, dat ze naar ons kwamen. Ja, dat waren allerlei redenen waren daarvoor. En nogmaals, als je moet gaan concurreren met een ploeg als Feyenoord, is dat gewoon heel moeilijk. En dat heeft dat niet eens dat te maken met het financiële, maar toch met de uitstraling van die club. Nou, ik hoop eraan bij te dragen dat die uitstraling van NEC ook weer vele malen groter gaat worden. Ik vind het al een fantastische club. Het is helaas jammer dat vorig jaar dat ze het net niet gehaald hebben. Nou, als wij dadelijk onze selectie compleet hebben, zal ik u zeker vertellen wat onze doelstelling is. Iedereen heeft het over het linker rijtje. Nou, daar wil ik me op dit moment absoluut niet over uitspreken. Omdat het nog niet reëel is. Maar met 3-4 goede spelers erbij, plus deze fantastische groep die we tot nu toe hebben, denk ik dat dat zeker zou moeten kunnen. Alhoewel het begin van het competitieprogramma niet in ons voordeel spreekt. Maar aan de andere kant, ja, je kan ze maar gehad hebben. Dus we gaan er gewoon vanuit dat we die eerste wedstrijden ook er staan. En dat we gewoon een zo goed mogelijk jaar gaan draaien. En dat we u willen laten zien dat we in ieder geval wat we doen met enorm veel plezier doen. En dat we ook iets willen uitstralen van naar het publiek. Van dat ze hier gewoon met grote getalen naartoe moeten komen. En we zullen zeker niet elke wedstrijd winnen. Maar we zullen heel moeilijk te verslaan zijn. Dus wat dat betreft denk ik en heb ik echt heel veel vertrouwen in dit jaar dat het gewoon een fantastisch jaar gaat worden. Dank u wel. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid hier. Er wordt om 11:30, zeg ik dat juist? Nou, ik wil zo snel mogelijk gaan trainen, want Daar ben ik voor aangenomen hier. Prima. Er wordt lang getraind vandaag, begrijp ik. We gaan zo met z'n allen naar het trainingsveld. Dank u wel en tot zometeen buiten.